komt elke morgen weer. Daarom vraag ik u, Heer van Zee en Land, neem ook mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn welkom in deze dienst. In mijn zwart. Goed om bij elkaar te zijn op deze manier. Ik wil je vragen om even terug te denken aan de afgelopen week. De afgelopen dagen. Wat komt er in jou op als je dat doet? Wanneer ik dat doe, terugkijk op de afgelopen dagen, de afgelopen week, dan kom ik veel onrust tegen. Onrust in de wereld om me heen. Onrust tussen mensen. Onrust tussen mij en andere mensen. En onrust in mijn eigen hart. Als ik terugkijk, dan weet ik ook wat mij de moed geeft om weer vooruit te gaan. En dat is dat mijn leven gedragen wordt. Jouw leven ook gedragen wordt. Dat we kunnen zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Ik geloof ook dat waar God is, dat daar vrede komt. En als teken van die vrede, als teken van Gods aanwezigheid en van zijn vrede, wil ik deze kaars aansteken. Zoals God zelf zei, ik zal er zijn. Je kan het zien, je kan het ook horen. Er is genade voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Als ik niet kan staan, leun ik op u. Jezus, ook die in mij leeft. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ik heb U nodig. U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, ik heb U nodig. We kunnen niet anders dan dat toe te geven. Ik heb U nodig. We kunnen ons zo verzetten tegen wat er in ons hart is, gevoelens en herinneringen. We kunnen ons er zo tegen verzetten omdat het ons in de weg zit. Omdat we door belemmerd worden, omdat we niet vrij kunnen spreken, niet vrij kunnen leven, ons eigenlijk niet kunnen bewegen. O Heer, ik heb U nodig. Wilt U de weg banen in mijn hart? De weg van liefde, de weg van leven. De weg van vrijheid. De weg van vrede. We hebben allemaal zo onze eigen dingen. En U weet hoe groot ze voor ons kunnen zijn. U weet ook hoe pijnlijk dit is om eigenlijk toe te geven. Om te zeggen, ik kan dit niet. O Heer, ik heb U nodig. En we willen U daarom vragen of U ons wil zegenen in dit moment. Kom met uw geest van vrede en genade. Zoals U ons beloofd hebt. Zoals U ons toe wil zeggen. Op dit moment, kom met uw geest van vrede en genade in Jezus' naam. Amen. Opnieuw richtte de Heere zich tot Jona. Maak je gereed. Ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh zoals de Heere hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep: nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God en ze riepen een vasten uit. En iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen: volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. En hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat me maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten,
was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien en de zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen? En dan nog al die dieren? Geliefde broers en zussen, beste kijkers. Als je vaker in de kerk komt, dan zijn het geen woorden die je verbazen, hè? Dat God genadig is. In de kerk hoor je eigenlijk niet anders. Genade is een soort kerkwoord. In de kerk gaat het over God. En als het over God gaat, dan gaat het over genade. Daar kijkt, denk ik, niemand meer van op. Ik heb daar tijdens het maken van deze preek ook wel een beetje mee geworsteld. In de kerk gebruiken we het woord genade zo vaak. Wat valt daar nog voor nieuws over te vertellen? Genade is een kerkwoord. Genade is een bijbelwoord. Genade is vooral een woord van God. Want zoals Jona in vers 2 over God praat, zo praat God ook over zichzelf. Eigenlijk de hele Bijbel door. Laten we bijvoorbeeld eens teruggaan naar het begin. Naar Exodus 34. Een moment in de geschiedenis dat Mozes de eerste twee platen met 10 geboden heeft stuk gegooid. En dat God nieuwe gaat maken. En dan zegt hij in Exodus 34 vers 6, zegt hij dit over zichzelf. Mozes gaat de berg weer op om die nieuwe platen te ontvangen en de Heer ging voor hem uit en riep: de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Zie je, God noemt zichzelf genadig in het begin en Jona noemt God genadig. En Jezus vertelt later een verhaal dat er heel erg lijkt op de geschiedenis van Jona. Het staat in Lucas 15. Het gaat over die vader met twee zonen. Waarschijnlijk ken je het wel. Eerst heb je de jongste zoon die wegloopt van huis en die al het geld van zijn vader tot uitgeeft en uiteindelijk tot inkeer komt. Zoals Jona wegloopt van wat hij moet doen, zijn leven op het spel zit en tot inkeer komt. En daarna heb je de oudste zoon die altijd bij zijn vader gebleven is en die er maar niet tegen kan dat zijn vader dat ongehoorzame broertje van hem zomaar welkom heet. Zoals Jona doet wat hij moet doen en er niet tegen kan dat God die grote stad welkom heet en in leven laat. Zo is God. Als je bij hem komt, ben je welkom. En in de Bijbel, in de kerk heet dat genade. Dat je welkom bent. Dat wij welkom zijn, hè? Jij en ik. Als jongste zoon, als oudste zoon, als een trouwe Jona, als iemand uit Nineveh. Welkom. Een opvallende overeenkomst tussen beide verhalen, dat verhaal van Jona en dat verhaal van de verloren zoon, zeg maar, uit Lucas 15, is uiteindelijk weten we niet hoe Jona reageerde op de vraag of het niet logisch is dat God verdriet heeft om Nineveh.
En uiteindelijk weten we niet hoe de oudste zoon reageerde op de vraag of het niet logisch is dat de vader een feestje bouwde omdat de jongste zoon dood was en weer tot leven is gekomen. Beide verhalen hebben een open einde. Het is alsof God jou en mij uitnodigt en zegt, kijk, dit ben ik. Zo ben ik. Genadig, liefdevol. En hoe ga jij daar nou mee om? En daar wil ik het vanmorgen eens met je over hebben. Hoe zit het eigenlijk met mij en Gods genade? Hoe zit het eigenlijk met jou en Gods genade? Hoe zit het eigenlijk tussen jou en de goede Vader? Ik wil er een paar dingen over zeggen. En het eerste is dit. Het eerste is dat je er nooit klaar mee bent. Dat je er altijd mee bezig blijft. Dat er steeds weer iets nieuws te ontdekken valt. Kijk, ik ben net als jij. En soms ben ik net als de jongste zoon. Tenminste, ik kan dat wel eens tegen hem zeggen. Ik, net als jij. Hè? Soms dan wil ik, net als hij, dan wil ik mijn eigen gang gaan. En als ik me dat realiseer, dan durf ik eigenlijk nauwelijks meer terug te komen. Dan durf ik God bijna niet onder ogen te komen. En soms ben je net als de oudste zoon. Tenminste, ik kan dat wel tegen hem zeggen. Hè? Ik, net als jij. Soms dan denk ik, net als hij, dat ik het allemaal netjes probeer te doen, zodat er niks op mij aan te merken valt. En dan kan ik er ook niet tegen, als iemand die het niet zo netjes doet, dat hij dan net zo goed welkom is. Waar doe ik het dan eigenlijk allemaal voor? En broers en zussen, bij Jona gebeurt hetzelfde. Als je hoofdstuk 2 leest, dat hebben we vorige week gedaan, dan lijkt hij het begrepen te hebben, hè? Daar zegt God tegen hem, daar zegt hij dat God hem levend uit de dood omhoog trekt. In vers 2, vers 7 van hoofdstuk 2. Hij zegt, het is de Heer die redt. Vers 10. Ja, hij is bij God vandaan gevlucht. Hij ging zijn eigen gang. En op het diepste dieptepunt heeft God hem welkom geheet. God heeft hem opgezocht en heeft hem gered. Dat ziet Jona zelf dus ook. En toch, in hoofdstuk 4... moet hij er weer niks van hebben. Laat mij maar sterven, Heer, zegt hij. Ik wist het wel. Ik wist het wel dat u zo bent. En met die God wil ik niks te maken hebben. Hij vlucht, zeg maar, weer opnieuw bij God vandaan. En weer zoekt God hem op. Eerst in die storm op zee en nu in een rustig gesprek en met een schaduwrijke boom. Jona raakt weer weg en God zoekt hem weer op. Zo gaat het de hele tijd. Bij God vandaan, bij hem terug. Bij God vandaan, bij hem terug. Nou, en precies hierom heeft dit verhaal een open einde. Net als dat verhaal van de verloren zoon een open einde heeft. Omdat je er nooit klaar mee bent. Omdat je steeds opnieuw hetzelfde rondje loopt. En daar verwijzen die witte cirkels rond het bloemstuk, die verwijzen daar ook naar. Dat je steeds opnieuw hetzelfde rondje loopt. Ik, net als jij. Ik, net als de oudste zoon. Ik, net als de jongste zoon. Ik, net als Jona. En steeds opnieuw moeten we het welkom horen. Soms zijn we er blij mee. Soms geloven we er niks van. Soms raken we erbij weg en soms vallen we de Vader in de armen. Steeds opnieuw, nooit zijn we er klaar mee. Je bent er, zeg maar, nooit. Je zou dus kunnen zeggen dat je als christen, als mens, dat je blijft leren, blijft groeien, dat je bezig blijft. Dus ook als het woord genade jou zo bekend voorkomt, en ook als je zo goed weet wat het betekent, ook voor jou is het verhaal van Jona en het open einde in het Jona-verhaal, ook voor jou is het een uitnodiging. Een uitnodiging om weer aan te haken en steeds weer opnieuw te beginnen, om verder te gaan. En waar het dan aan haakt? Nou, het verhaal van Jona, het verhaal van de goede vader,
het verhaal van Gods genade, dat haakt bijvoorbeeld daar waar jij zegt, nou zonder dit of dat kan ik niet leven. Jona zegt het twee keer. In hoofdstuk 4 vers 3 en hoofdstuk 4 vers 8. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. En die dingen, die hebben we echt allemaal. Ze zijn voor iedereen verschillend. Maar we hebben allemaal, als ik dit of dat niet heb, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan heeft het allemaal niet zoveel zin meer. Het zijn van die dingen waarvan je zegt, nou, ik zou niet weten wat ik moet zonder dit of dat. Hè? Ik zou niet weten wat ik moet als ik niet meer kan sporten. Ik zou niet weten wat ik moet als ik mijn werk niet meer had. Ik zou niet weten wat ik moet als ik mijn relatie kwijt zou raken. Of mijn ouders. Of mijn gezondheid. We hebben allemaal van die dingen die als ze ons worden afgenomen, als we ze kwijt zijn, dat we dan boos en verdrietig worden. Kijk, Paulus had het ook. Die was zijn gezondheid kwijt. En daar had hij zo'n last van dat hij God smeekte om het weer terug te krijgen. Zonder kon hij niet leven. De vraag is, waar kan jij niet zonder? Dat is precies het punt waar je aan kan haken. Het punt waar je aan kan haken en waar deze woorden klinken, die Paulus ook hoorde in 2 Korinthe 12 vers 9. In 2 Korinthe 12 vers 9, daar staat dat de Heer tegen Paulus zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Als je dat eens op je af laat komen. Als ik hoor dat leven van genade een levenslang proces is. En dat ik eigenlijk steeds opnieuw hetzelfde rondje loop. En dat ik steeds weer iets tegenkom waar ik niet van af wil, waar ik niet zonder wil. Als ik dit op me af laat komen, dan ontdek ik dat genade ook eigenlijk een heel pijnlijk woord is. En waarom pijnlijk? Omdat het mij confronteert met dat wat niet perfect is. Met mijn onvolkomenheden. Omdat het blootlegt waar ik tekort schiet. Genade gaat namelijk over tevoorschijn halen, hè? Over zichtbaar maken, over aan het licht brengen. En dat is het volgende waar ik aandacht voor wil vragen. Kijk, genade is echt een heel fijn woord, hè? En het doet je ook goed om welkom te horen. En tegelijk doet het pijn. Het doet echt pijn als alles van jou en mij aan het licht wordt gebracht. Licht heeft namelijk te maken met oordeel. En daar wil ik jullie graag een paar versen over voorlezen uit Johannes 3. Johannes 3, daar zegt Jezus het volgende. Johannes 3, vers 19 tot 21. Jezus zegt, dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Grappig, hè? Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld. Het licht van de wereld, Jezus zeg maar, heeft dus alles met oordeel te maken. Kijk, wat gebeurt er als er ergens licht opvalt? Dan wordt het zichtbaar. Dan kan je het goed zien. Dan zie je alle vlekjes, alle scheurtjes, alle hobbels, alle gebreken. Soms kan je dat licht dus helemaal niet gebruiken.
Soms is het echt vervelend als de zon je huis binnenvalt, want dan ziet iedereen dat je niet goed gestoft hebt. Of dat je al heel lang de ramen niet hebt gewassen. Snap je? Elke keer dus als het over genade gaat, elke keer als het licht je leven binnenvalt, dan worden die onvolkomenheden, dat wat niet perfect is, dat wordt aan het licht gebracht. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar mij doet het pijn. Kijk, broers en zussen, waarom kan het soms zo zijn dat we niet warm of koud worden van het woord genade? En waarom kan het soms zo zijn dat we denken dat we er al zijn? Dat we het al kennen en dat we niks willen weten van een proces en van dat je steeds hetzelfde rondje loopt? Omdat het feit dat jij en ik, dat we niet perfect zijn, omdat dat het zo spannend maakt. Het is niet alleen pijnlijk, het is ook spannend. Want ben ik ook welkom als jij alles van me weet? Ben ik ook welkom met alles wat ik zo goed verborgen heb weten te houden? Ben ik ook welkom bij mijn vriend als hij weet dat ik hem soms zo zat ben? Ben ik ook welkom bij mijn buurman als hij weet dat ik ruzie maak met mijn vrouw? Ben ik ook welkom bij mijn buurvrouw als zij weet dat mijn kinderen altijd ruzie maken? Ben ik ook welkom bij God als ik mijn werkgever bedrieg? Ben ik ook welkom bij God als hij mijn internetgeschiedenis kent? Ben ik ook welkom bij God als ik echt helemaal geen zin heb om ook maar iets in de kerk te doen? Dat komt allemaal aan het licht, ja. Dat is pijnlijk voor mij, dat klopt. En dat maakt het heel spannend. Dus, geliefde broers en zussen, de vraag voor vanmorgen is of we het verhaal van Jona door willen laten gaan in ons eigen leven. Het is het verhaal van de goede vader die je steeds welkom heet, steeds opnieuw. Zoals er een welkom was voor Jona, steeds weer. Zoals er een welkom was voor de jongste zoon en een welkom voor de oudste zoon. Zo is dat welkom er ook voor jou. En ik weet zelf echt heel goed hoe spannend dat is. En hoe moeilijk het is om dat welkom te ontvangen. Want ja, hij moest dus weten. Stel je nou toch voor dat het licht aangaat in mijn leven. Wat zal er dan allemaal weer niet te zien zijn? Ben ik dan nog steeds welkom? Ik weet zelf hoe spannend dat is. En hoe pijnlijk ook. Hoe pijnlijk het ook is om afscheid te moeten nemen van die dingen waar ik me zo aan had vastgeklampt. Zodat ik mezelf kon redden. En laat me daarom voor jou en voor mijzelf nog één vers uit de Bijbel lezen. Hebreeën 4, vers 16. Hebreeën 4, vers 16. Laten we dus zonder schroom, naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Geliefde broer, beste zus, zonder schroom, zonder aarzeling, zonder je bezwaar te voelen, mag je bij God binnenwandelen. Zonder eerst je voeten te vegen. Zonder eerst een goed pak aan te trekken. Zonder je eerst op te maken. Loop maar door hoor. Welkom. En daar sta je dan. Met al je twijfels. Met al je ongeduld. Met dat jij ook niet alles weet. Met al je gedachten die andere mensen gelukkig niet kennen. Met je gevoelens waar je zelf zo bang voor bent. Met alles wat je doet om te verbergen dat het je eigenlijk allemaal niet lukt. Hij ziet het allemaal. En dan, op dat moment, klinkt er één woord, speciaal voor jou. Welkom. Ik wil graag met je bidden. Heer,
Op het moment dat het welkom klinkt, nu, in mijn leven, gaat het licht aan en wordt alles zichtbaar. U laat uw licht schijnen over alles wat er in mijn hart is, alles wat er in mijn hoofd is, alles wat er in mijn lijf is, alles wat niet klopt. Al mijn perfect imperfections. U ziet het en ik zie het. En het doet mij pijn aan de ogen. En tegelijk is het fijn dat u mij met alles wat er is welkom heet. Het is niet te geloven omdat ik zo mijn best doe al die perfecties te verbergen. En tegelijk is het waar ik het meeste naar verlang. Nou Heer, deze strijd, deze worsteling. Ik bid u één ding. Blijf mij nabij. Want uw genade is alles wat ik nodig heb. Je mag morgen en overmorgen, de komende week, gelukkig zijn wanneer je elke dag opnieuw Gods welkom hoort. En dat welkom wil ik je nu op je hart drukken. Er is de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest, die is met jou. Amen.
Heeft u genoten van deze uitzending? Dan wilt u vast meer zien. Ga naar beleefmee.nl voor lezingen, concerten, afleveringen van het opinieprogramma Denk Eens Mee en het natuurprogramma Gaaf. Meditaties ondersteund met gebaren, cursussen van Weet Wat Je Gelooft en documentaires. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers.